Goedemorgen allemaal. Ik heb allereerst heel erg slecht nieuws om mee te beginnen. Ik ben dinsdag met mijn opa naar Brussel geweest, daar heb ik alles gevlogd. En toen we thuis kwamen hebben we de beelden teruggekeken, alles deed het en was goed. En gisteren woensdag wilde ik dus alles kijken en alle beelden zijn verdwenen. We hebben geprobeerd door allerlei programma's te kopen beelden terug te kunnen krijgen. Dat is niet meer gelukt. Dus helaas zijn we die videobeelden kwijt. Er zou een vlog van Brussel online komen, maar dat gaat dus niet meer door. Ik was er gisteren behoorlijk ziek van, maar ik heb nog wel wat foto's over die ik ergens einde deze vlog er wel even tussen plaats. Maar het is vandaag 26 augustus. Het is 2021, wat betekent dat ik vandaag 23 ben geworden. Oh, ik ben net wakker gemaakt door goede vrienden die me wakker... Een vriend die Snapchatte me wakker met goedemorgen en alles. En ik had iets langer willen blijven liggen. Maar maakt niet uit. In ieder geval, ik ben wakker. Ik heb gisteravond zelf beneden slingers opgehangen. Omdat mijn ouders, mijn moeder kan het niet meteen. En mijn vader is daar niet zo held in. Tenminste, die ziet dat niet zo zitten. Dus ik heb het voor mezelf een beetje gezellig gemaakt. Ik heb beneden slingers opgehangen met kutface. Ze hadden bij de solo echt een hele collectie met kut servet, kut taart, kut dit, kut dat. Toen dacht ik, ja, dat past hier hartstikke goed. Dus dat gaan we gewoon doen. Dus dat hangt beneden op. Verder heb ik vandaag niet veel op de planning. Ik ga zo eventjes naar, straks tenminste, het is nog vroeg, het is 7 uur geweest. Maar ik ga straks even taart halen. En ik wil vandaag een vlogcamera gaan kopen voor mezelf. Omdat de andere camera waarschijnlijk het kaartje heeft gecrashed en ik daardoor niet meer kan vloggen op een camera. En wat ik je net al zei, ik ben daar gisteren heel erg ziek van geweest. Ik heb flink gehuild gisteren. Nog steeds kan ik wel janken dat ik de beelden kwijt ben. Dat betekent gewoon heel veel voor me, omdat ik het zo gezellig heb gehad met mijn opa en alles gewoon op beeld stond. En ik dat nu kwijt ben. Dat vind ik heel kut. Kut feest. Kut kaart. Maar goed, in ieder geval, ik heb wat felicitaties binnen zien komen vandaag. Ik ga vloggen op mijn mobiel. Waarschijnlijk als ik de camera straks heb, schakel ik gewoon lekker over. Ik ben heel benieuwd hoe vandaag gaat verlopen. Ik weet niet wat ik verder allemaal kan verwachten. We gaan het gewoon allemaal meemaken. Ik heb er in ieder geval ontzettend veel zin in. Goed, ik ben inmiddels helemaal ready. Ik ben aangekleed. Ik moet alleen even tanden poetsen. Maar ik ben aangekleed. Ik heb mijn jurk aan. Ik ga het laten zien. Het geluid van de tv is heel hard. Iets zachter. Kijk jongens, dit heb ik aan vandaag. Ik ga het jullie even laten zien, want het is hartstikke leuk. Ik heb vandaag dit jurkje aan. Met een hoesje aan de onderkant strak. Dat ben ik niet gewend. Het zit normaal nooit. Maar ik vind het wel heel tof. Het ziet er leuk uit. Schoentjes eronder. Make-upje op. Roze lipje erbij. Even tanden poetsen. En dan zijn we klaar. We hebben visite. We hebben visite. Naar Friesland. Yay! Ik heb toch een jurk aan. Ja. Ja, ik noem het geen jurkje. Ik vind hem niet. Naar Friesland. Ik had dit vanmorgen zonder. Dit aan. Nou, je moet zien lopen. Ik heb een sok aan. Ja, je jasje. De rest niet. Dan is het goed. Ik heb het niet goed voor je.
Goed, het werkt, de nieuwe camera. Ik heb deze avond een nieuwe vlogcamera gekocht. En het werkt, pap. Kijk, het werkt. Het doet het. We hebben een nieuwe. Jee, eindelijk. Ik heb vandaag vrij weinig vlog, maar goed, maar niet uit. Ik kan even niet anders, maar we hebben een nieuwe camera, dus we gaan morgen gewoon lekker verder. Oh ja, we hadden nog lekker kaas en worst, maar dat heb ik niet. De kwaliteit is goed. Laat trouwens even allemaal in de reacties achter wat de kwaliteit hiervan is. Of jullie het goed vinden. Of het, voor mij is het heel raar om te zien dit. Dat ding blijft focussen op mijn gezicht. Ik weet niet tegen wie ze het allemaal zeggen, maar er is niemand anders behalve ik. Ja, maar dat is leuk tegen mijn kijkers praten. Maar mijn verjaardag is bijna voorbij. Het is 10:30 geweest. Opa en oma zijn net naar huis. Ik heb zojuist bij mijn opa een opblaasbaar bord neergezet waarop staat Slow People. En slingers opgehangen, want mijn opa is morgen 73. Dat weet mijn moeder nog niet, wat ik net heb gedaan. Mam, we hebben het echt naar huis gebracht. En we zijn bij opa en oma langs gereden. Wat? We zijn bij opa en oma langs gereden. Waarom? Dat bord wat boven stond, hebben we langs gebracht. Staat op de kast. En er hangen slingers met Happy Birthday aan de spiegel. Oké. Okay. Oeh, ik moet zeggen, het licht is donkerder. In het donkere dan ik had verwacht. Maar goed, in het donker moet je ook niet vloggen. Ik ga me omkleden en ik ga naar mijn bed. En ik zie jullie morgen. Oh, jongens, goedemorgen. Oh, wauw, zon. Ik laat het heel even zo. Goedemorgen. En leuk dat jullie kijken naar de tweede dag op de nieuwe camera. De allereerste dag op deze camera. Ik ben heel erg benieuwd. Ik ben inmiddels wakker. Ik ga even douchen. Want dat moet ook gebeuren. Dus dat ga ik doen. Ik ben even ondergoed aan het pakken. Dat is wel handig, denk ik dan. Maar het is dus vandaag 27 augustus. Wat betekent dat mijn opa vandaag jarig is. Dus dat is überhaupt de reden voor een feestje. Maar... mijn benen doen nog steeds zeer van een tripje Brussel. Heel irritant. Ik ga uiteraard vandaag deze vlog ook editen.
ik denk een beetje einde van de middag. Maar ik ga jullie vandaag eerst lekker meenemen. Betreft het spullen pakken en dat soort dingen. Moet ik nog allemaal doen. Dus dat ga ik straks lekker op mijn gemak doen. Is ook zo gebeurd, want we gaan maar één nachtje. Dus zoveel hebben we niet nodig. Maar ik wil vandaag wel even wat kleding aan. Het zou wel fijn zijn. En het ziet er een beetje... Het ziet er wel behoorlijk zonnig uit buiten. Dus ik denk dat ik wel gewoon voor een t-shirt ga. En dan iets van... Ik weet het eigenlijk niet. Ik zat een beetje te denken naar iets. Maar toen dacht ik, nee. Ik denk dat ik deze aan doe vandaag. Met een zwarte flarebroek, denk ik. Gewoon lekker makkelijk. Oh nee, spijk is beter. Zo. Spijkerbroek erbij. En klaar. Ik ga even douchen. De camera's. Ik moet wennen om de camera ook überhaupt ook te pakken. Maar ik ga even lekker douchen. En daarna dan aankleden. En zometeen even mijn opa en oma bellen. Want mijn opa is jarig. Oh, daar is de knop van de camera. Ze is grijs. Ze is grijs. Alle kleur is uitgeknipt. Oh my god! Oh my god, she's grey! Mama heeft haar haar geknipt. Ja, je kost het. Blijf eraf. Het zit nog goed hoor. Ja, het is goed hoor. Oh, ik heb mijn tas met L1 gepakt voor morgen. Dus dat scheelt weer. Hoef je nog niet te vertellen. Jawel. Oh, ga je mijn vlog terugkijken. What's up, motherfuckers? Hallo. What's up, motherfuckers? Mama, heb je niks, man? Ja, alle vriendjes en vriendinnetjes. Oké. Wat een kutfeest, wat een kerstfeest. Ja, dat was het zeker. Oh oh. Maar goed, maakt niet uit. Ik heb in ieder geval alles ingepakt. Vanmorgen was dat mooi. Goed, en de allereerste wilde buiten. Hoe is de kwaliteit, jongens? Laat me weten. Ik heb een jasje aangetrokken en ik ben onderweg naar mijn oma en opa. Uiteraard om ze even te feliciteren. En daarnaast om Jesse op te halen. Want ik moet even naar het centrum. Ik heb nog een paar dingen nodig voor in de trein morgen. En ik dacht, misschien dat Jesse zin heeft, het is lekker weer buiten, om even lekker mee te gaan. Dus zo gezegd, zo gedaan. Ik geef met Jesse naar het centrum. Gezellig met z'n tweetjes. Met de metro. Ze komt helemaal goed. Ik heb er zin in. Even naar het centrum met hem. Of pakken het busje of pakken de metro. Ik zat eerder te denken om het busje te pakken. Maar misschien dat Jesse wel zin heeft om gewoon lekker met de metro te gaan. Of we gaan met de bus heen. En met de metro terug. Even kijken. Goed. Ik ben bij de Hema. Ik heb Jesse opgehaald. En we hadden niet gegeten. Ik ook niet. Ik dacht eventjes wat eten bij Hema. We zitten even lekker te eten. Ik ga zo nog even naar, bij de Hema wezen nog. Wat halen. Daarna moet ik nog naar... Daarna moet ik nog even naar de bonbonzaak van mijn opa. En... Moeten we nog ergens heen? Wat dan? Amsterdam. Ja, we moeten niet helemaal daarheen. Het is ook veel te ver weg. Kan toch niet? Nee. Andere keer. Goed. Even lekker wat eten. Oh ja, en ik moest nog even naar de New Yorker. Voor morgen. Goed, het bed staat in de kamer. Tada! Daar staat het. Logeerbed voor Ash. Die komt hierheen, die eet hier zo. En dan is mijn avond eigenlijk alweer half voorbij. Ik ga zorgen dat ik zo meteen lekker gedoucht heb. En dan lekker om een uurtje of uiterlijk 10 uur. 9:30. Of wel 9:30, 10 uur. Lig ik sowieso in mijn bed. Dus zo gezegd, zo gedaan.
Ik ga het deze vlog afsluiten. Ik ga deze vlog editen nu. Ik zit helemaal ready om te gaan editen. Dus dat ga ik nu doen. En daarna dan zien we elkaar. Ik ga overigens wel deze vlog gelijk afsluiten. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze vlog. Doe een duimpje omhoog als je de vlog leuk vond. Abonneer op mijn kanaal als je dat niet hebt gedaan. En laat ook even weten wat jullie van de kwaliteit van de camera vinden. Want ik ben heel erg benieuwd wat jullie hier nu zo'n beetje van vinden. In ieder geval, bedankt jullie voor het kijken. Doe een duimpje omhoog. En ik zie jullie heel snel weer bij een nieuwe vlog. Doeg!